Het is vandaag vrijdag 7 juli 2023. Het is feest in Huis en Minnebo, want ik heb net een pakketje binnengekregen van Cheap Comics. Nou, je had de doos waarschijnlijk al herkend. En die gaan we eens eventjes lekker uitpakken. Ik heb pas de doos opengemaakt. Dan gaan we eens kijken wat er voor gaafs in zit allemaal. Het is een aardig stapeltje. Het is ongeveer 180 euro handel. En ik dacht, ik ga niet naar de Comic-Con in de zomer, dus ik breng de Comic-Con gewoon thuis. Dus ik bestel wat dingetjes. Onder andere Spider-Man The Last Hunt, daar ben ik wel benieuwd naar. Ik had van Chris de vorige keer een gratis comic gekregen, namelijk nummer 1 van deze reeks. En ik dacht, nou, dat smaakte wel naar meer. Het is een interessante periode. Peter en MJ, MJ is zwanger. Dit speelt zich dus af tijdens de Clone Saga en het wordt geschreven door deze man hier. En daar ben ik wel benieuwd naar. Mooie cover trouwens, achtercover. Waar ik ook benieuwd naar ben, is deze Dark Web. Ik heb de bundel gekocht die bevat niet alleen de Spider-Man deeltjes, maar ook die van de X-Men onder andere. Het is het event van een tijdje terug. Ik ben niet de grootste fan van Zeb Wells Spider-Man. Daar heb ik al een keer wat over verteld. Maar ik was wel benieuwd naar Dark Web vanwege Madeline Pryor. Ja, die vind ik interessant en het is een soort van vervolg op Inferno. En ik dacht, daar ben ik wel benieuwd naar. Dus dat wil ik wel lezen. Dus Dark Web, wat zit er allemaal in? Nou, je kan het hier een beetje zien. Het is Amazing Spider-Man onder andere. Venom zit erbij, X-Men en Miss Marvel. Nou, Miss Marvel interesseert me niet zoveel. Is trouwens net overleden ook in het Marvel-universum. Maar ik ben best wel benieuwd naar dit event. Ik denk, huppakee, die bestel ik ook. Deze was ik heel benieuwd naar. Want een tijdje geleden maakte ik een vlog over Iron Man. En dan Paul Smith zijn nummers. En hij heeft maar heel weinig Iron Man getekend helaas. Maar ik vind Paul Smith wel heel tof tekenen. En toen zei iemand, oh, er komt een epic weer uit waarin dat deeltje van Paul Smith ook zit en andere dingen. Ik dacht, nou, die moet ik gewoon hebben. En toen was hij net uitgekocht bij Cheap, maar dit is dan een original printing, die had hij nog wel. Ik geloof dat deze uit 2018 is, als ik me niet vergis. Nou, ben ik heel benieuwd naar. Ik ben een groot Iron Man liefhebber. Eigenlijk gekomen dankzij Robert Downey Jr. trouwens. En zijn fantastische vertolking. Maar dat even tezijde. Ben ik benieuwd naar. Dit is Batman en Spawn. Dat zijn de drie crossover verhalen, team-ups, hoe je het ook wil noemen. Van deze twee superhelden. Ik heb er eigenlijk al eentje in de kast staan uit de jaren 90. Ik dacht, ja, ik koop gewoon deze deluxe editie. Vind ik wel tof om te hebben. En ga ik lekker lezen. Ik ben een fan van Batman. Ik ben een fan van Spawn. Ik hou van McFarlane. En Frank Miller kan ook goed schrijven. Ja, dan is het eigenlijk gewoon een en al sexiness wat je in huis haalt. Dus prima. Nou, dat is weer een leuke previews erbij. Ik zie dat een van de beste Spider-Man schrijvers ooit weer terugkomt bij Marvel. En om Captain America luister bij te zetten. Nou, dat is ook leuk. Dus daar ga ik zeker eventjes de boel van in de gaten houden. Deze neem ik vanavond eventjes rustig door. Ik kreeg wat back issue magazines van Chris. Omdat ik een vlog maak, mag ik altijd voor een bepaald bedrag dan wat comics uitkiezen. En haalt een paar back issue magazines in de aanbieding. Ik dacht, nou, dat vind ik wel leuk om die te lezen. Ik vind het een erg leuk magazine. Ik heb laatst natuurlijk heel wat besteld al daarvan. En ik lees die dingen echt met veel plezier. Ik vind het eigenlijk leuker dan Alter Ego, moet ik zeggen. Ik vind Alter Ego ook wel aardig, maar dit is even iets meer, ik weet niet, iets levendiger of zo. Het is wel van dezelfde uitgever. Maar dit vind ik erg leuk. Kijk, What If. Dit gaat over de What If verhalen van Marvel. En die heb ik ook allemaal in de kast staan. In ieder geval de first volume daarvan. Dat is ook tof. Een interview met Mark Hamill, ook leuk. Ja.
En ik had wel een beetje voor mezelf een soort koopstop ingelast wat betreft de Junior Press Comics. En die ben ik ook aan het lezen, de comics die ik allemaal heb gekocht in de afgelopen jaar, zeg maar. Maar het is niet zozeer FOMO. Nou, misschien is het ook wel een beetje FOMO. Het is meer dat je weet dat sommige nummers gewoon heel snel gaan verdwijnen uit de winkel. Dus, dan wil je er toch even bij zijn. En dus een van de redenen waarom ik het gekocht heb, waarom ik de bestelling heb gemaakt, is niet alleen die Iron Man. Het is trouwens een gratis Iron Man comic met zo'n Disney variant. Waar Marvin, die Marvin trouwens spaart, maar deze heeft hij al, anders had hij hem van me gekregen. Want ik ben natuurlijk niet een groot Disney fan, maar dankjewel Chris, even goed. Want ik ben wel benieuwd naar het verhaal binnen deze comic. Hier ging het mij ook om. Het is een beetje jammer dat ik een beetje last van het licht vandaag, zoals je ziet. Maar dat even tezijde. De Spider-Man Omnibus met de verhalen die vroeger in Spider-Man Special stonden van Junior Press. En die wilde ik heel graag nog eens in het Engels hebben. Deze Omnibus is een nieuwe printing voor een goed bedrag. €65 heeft hij me gekost bij Cheap, terwijl die eigenlijk $75 is. Dus dat is heel erg een nette prijs. En ik, hier heb ik gewoon heel erg veel zin in om dit te gaan lezen. En deze zijn op voordat je het weet. Trouwens wel grappig. Er is ook nog eentje met het zwarte kostuum. Zelfde poster, zoals je weet, een variant cover. En die is een tientje duurder. En ik vind deze gewoon net zo mooi. Maakt mij niet veel uit. Dit is alleen eigenlijk een velletje om, een papiertje om het boek heen. Ik ga niet een tientje extra betalen voor die andere cover. En het gaat mij toch altijd om de verhalen binnenin. Ja, deze. Maar dit lijkt me gewoon heel tof. McFarlane was net voor het eerst aan het schrijven. Dus de verhalen zijn van een beginnend schrijver. De tekeningen zijn van een seasoned artist. Dus dat is wel een interessant contrast. En dit moet ik gewoon in mijn kast hebben staan. Hoewel ik de Junior Press specials ook koester, heb ik wel het idee dat daar pagina's uit missen uit McFarlane. Want het was weer 64 pagina's voor 3 comics. Nou, dat verhaal ken je wel. Dus, maar dat weet ik eigenlijk niet zeker. Maar dat ga ik dus nu ontdekken. Of er nog pagina's zijn die ik niet ken van deze Spider-Man run. Ik ben hem eventjes aan het open doen. En ik probeer dat een beetje volgens de regels van Near Mint Condition te doen. Dus dat je vanaf het midden. Eigenlijk is deze omnibus niet zo heel dik, dus het valt wel mee. Het is een beetje om de spine los te krijgen. En de bladzijden die plakken behoorlijk aan elkaar. Merk ik. Dat heb ik nog nooit meegemaakt eigenlijk. Ik ben wel benieuwd of jij dat wel eens hebt meegemaakt terwijl je een boek opendeed zo. Kijk, zo ziet hij er in het van dichtbij uit. Er zitten wel wat vlekjes zitten er in de druk. Zie je hier? Gele vlekjes in Spider-Man's. En dat gedurende het hele boek heb je wel van dat soort oneffenheden. En hier ook. Het zit niet los, het zit echt in de druk. Zit het. De tekeningen zijn wel fantastisch. Kijk, hier heb je het, hier zie je het heel goed. Die oneffenheden in de tekening, of in de druk. Allemaal gele spettertjes of zoiets van de inkt. Vind ik wel gaaf trouwens, de binnenpagina zo. En wat ook wel tof is, we hebben die ene gave tekening die we net zagen, zien we ook. Dat is op de cover. Zo zag het er vroeger uit. Ik denk trouwens dat Junior Press wel alle pagina's drukte van Spider-Man. Want
ze gebruiken de achtercover ook als pagina's om alles te kunnen doen in een comic van 64. Dus dat is wel goed gedaan door ze toen de tijd, zeg. Deze poster kreeg ik erbij van Chris. Het is een poster gemaakt door Mr. Garcin. Dat is een Franse collage kunstenaar. Die heeft ook de cover gedaan van onder andere Amazing Spider-Man 700. En dit zijn dus heel veel Black Panthers. Grappig, hè? Dat is echt een specialiteit van die man. En ik had ooit een vlog gemaakt over de cover van Amazing Spider-Man 700. En die heeft hij toen geliked, in ieder geval, weet ik nog, op YouTube. Misschien zelfs gedeeld, dat weet ik niet meer. Maar dat was wel eventjes een leuk momentje. Ja, die cover van 700 is echt spectaculair ook. Dit ziet er ook niet verkeerd uit, trouwens. Het zal ook ongetwijfeld een cover zijn, denk ik. Anyway, dankjewel Chris. Pakketje zag er weer prima uit. Anyway, dankjewel voor het kijken naar deze vlog. Ik zou zeggen, op naar een volgende.